auto aan het stikken voor mij. Een auto ontvouwen. Ja. Doe mij een solo telefoon. Ja, van een solo auto. De auto's is solo wel. Ja. Ja. Als je omdraait op de achterkant van. Ja. Ja, dat zou wel. Ja, waarom dat er niet in zit? Dat snap ik eigenlijk niet. Een goede avond allemaal. Je kijkt naar Topnames. Iedere dinsdagavond zenden wij uit vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Oscar Kriek. Oscar, je werkt voor Paylogic. Klopt. En je werkt aan Amsterdam Dance Event, een tech-conferentie. Ja. We pakken eventjes allebei mee. Laten we even gewoon beginnen bij waar je werkt. Paylogic, ja. Wat doen jullie? In de basis zijn wij 10 jaar geleden begonnen met als ticketingplatform. Verkoop van tickets voor evenementen, voor de evenementindustrie, voor de live-industrie. En nu zijn we steeds meer richting een e-commerce bedrijf gegaan, waarbij we e-commerce oplossingen aanbieden voor de live-industriemarkt. Maar maak dat eens concreet, want ticketing, dat weten heel veel mensen ook al niet. Je verkoopt tickets, maar is dat de Ticketmaster, kennen we allemaal wel? Want als je Ja, dat is jammer. Paylogic hoop ik dat die daar net weer iets boven staat. Ja, nee, maar de meeste concertkaartjes die je in Nederland boekt, moet je naar Ticketmaster. Maar eigenlijk dat is een concurrent voor jullie. Ticketmaster is in zekere zin een concurrent van ons. Ticketmaster is echt verbonden aan concerten. Ja. Grotendeels verbonden aan concerten. Het is een onderdeel van Live Nation, Mojo. Ja. Ja. Wij richten ons in eerste instantie meer op de festivalmarkt. Daar zijn we het grootst, ook de grootste in Nederland. Maar daarnaast faciliteren we bijvoorbeeld ook partijen als RTL, de coolste baan, dus dat is van KNSB. Precies. Ja, klopt. Dus zijn we daarin best wel wat breder geworden. Maar we begonnen echt in de festivalwereld. Ja, maar in principe richt je op die markt. Ja. En dan zei je een bijzinnetje, maar we ontwikkelen onze richting een e-commerce platform. Klopt. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, maak dat eens concreet. Waarvan maken jullie het onduidelijker terwijl het zo duidelijk was? Ja. Want e-commerce kan tegenwoordig alles zijn. Zeker, zeker. Dat is niet iets wat ik heel concreet denk, oh, dan doe je dat. Nee. Dus leg even uit waar je dan heen ontwikkelt en probeer het even heel concreet te maken. Nou ja, het begint natuurlijk met een entreeoplossing. Dat is de tickets. Maar uiteindelijk zitten er in de hele customer journey of fan journey, zoals je wilt. Zitten er meer stappen van het kopen van een ticket of een entreebewijs naar het gaan naar een festival en ook op het festival zelf. En juist die stappen, die punten van added value, die proberen wij ook in een shop te doorontwikkelen. Dus bijvoorbeeld het verkopen van hotelovernachtingen, het aanbieden van travelpakketten. Ja, want je hebt als festival heel veel drankmuntjes. Ja, in principe zouden we inderdaad ook drankmunten kunnen verkopen. En dat is afhankelijk van de wensen van de festivals. Maar het is in die zin een dusdanig brede oplossing dat we eigenlijk alles daarin kunnen koppelen. Ja, dus eigenlijk zeg je, mensen kopen een ticket bij ons. Dat zijn, je kijkt wat die mensen eventueel verder nog nodig hebben. Ja, wat er past binnen de dus kostuum. Ben je een buitenlander, je komt naar een groot dance event, naar de Amsterdam dance event. Ja. Heb je een hotel nodig, je hebt misschien een auto nodig, je wil een fiets huren. Klopt. En al die dingen gaan jullie daaromheen aanbieden. Ja, al die dingen die kunnen wij binnen de shop aanbieden. Ontwikkel je dat dan zelf of koppel je gewoon met booking.com? Ontwikkelen zelf. Ja, dat ontwikkelen we allemaal zelf. Sterker nog, ook het aanbieden van hotels. We hebben een travel afdeling binnen Paylogic, dus die sluit ook de hotels zelf aan. Dus de deals maken we zelf. Okay. Waardoor het ook gewoon veel voordeliger is om met ons te werken dan met een koppeling met booking.com. Voor de evenementhouders. Maar het is wel natuurlijk veel meer werk als je dit soort dingen snel opvult. Veel meer deskundigheid die je in huis moet halen. Ja, ja, klopt. Wij horen altijd, los één probleem goed op. Ja, nou ja, dat ene probleem goed oplossen, dat hebben we gedaan. En daarom hebben we meteen al een bredere visie gepakt. En hebben we gekeken naar wat er nog meer binnen die customer journey valt. Of fan journey. En dat hebben we nu binnen een e-commerce platform aangeboden. En ik denk dat Amsterdam Dance Event is wat dat betreft wel het beste voorbeeld. Die hub hebben we voor hun ontwikkeld en live gezet. En ook niet alleen voor hun, ook samen met ADE ontwikkeld. Die hebben we begin van de zomer live gezet. En dat is een platform geworden waarbinnen meer dan 100 evenementen en diverse evenementen hun tickets verkopen. En met diverse evenementen betekent ook dat de diverse ticketingpartijen daarin gekoppeld worden. En dat was een hele uitdaging. En dat is heel goed gegaan. ADE is heel tevreden en dat is het belangrijkste. En van daaruit zijn we ook gaan kijken, oké, wat past er nog meer bij? Dus hotelkamers onder andere.
Maar we verkopen ook GVB-producten. Dus dat betekent dat je ook met de metro zo meteen of een metrokaartje kunt aanschaffen. Maar ook merchandise. En volgend jaar willen we dat aanbod nog breder maken. Hey, zijn jullie dit ook noodgedwongen gaan doen? Want de concurrentie is de afgelopen jaren natuurlijk ook wel heel erg toegenomen in die hele ticket. Er zijn natuurlijk meer internationale partijen ook echt gekomen. Ja, nou niet noodgedwongen. Want zoals ik al aangaf zijn we eigenlijk vanaf het begin af aan hadden we al een bredere visie. Dus het is niet zozeer dat we dat nu ineens hebben besloten dat we dit willen gaan doen. We zijn daar altijd al naartoe aan het doorontwikkelen. Het is wel zo dat we nu, het afgelopen jaar, hebben we een aantal platformen gelanceerd. Waaronder dus het Amsterdam Dance Event, maar ook voor AMF hebben we een platform gelanceerd. En dat noemen we dan een e-commerce hub of Paylogic platform, Paylogic shop. En dat hebben we ook voor de Coolste Baan dan nu ontwikkeld. Maar dat hebben we ook voor Doer Festival ontwikkeld. En zo hebben we voor een aantal partijen dit product gelanceerd. En dat is succesvol gegaan. We zien ook dat er een cross-selling plaatsvindt. Dus dat er ook meerdere producten worden verkocht binnen één verkoopproces. En daarom zijn we eigenlijk, en daar wil ik nog wel even proosten, zijn we vandaag ook live gegaan met onze nieuwe branding. Dus het was ook tijd voor ons om dat visueel te maken dat we de volgende stap in de toekomst hebben gezet. Ja, die branding, ik heb de website voor. De nieuwe branding is P in het wit en Logic in het oranje. Nee, dat is de oude branding. Oké, we moeten eventjes een refresh. Refresh heeft nog geen zin. Morgen gaat de website live. Okay. Vandaag hebben we inderdaad een interne lancering gedaan. Maar morgen kunnen jullie allemaal de website bekijken. En dan zie je dan inderdaad het nieuwe logo. Hey, mooi. Ik kom ongetwijfeld op aspecten straks terug. Nu zijn jullie de drijvende kracht volgende week bij het Amsterdam Dance Event. Wat, ik begrijp, een partij is waar jullie op een goede manier mee samenwerken, een goede klant van jullie is. Zijn jullie de drijvende kracht achter een dag die over de belangrijke technologische ontwikkelingen gaan en hun impact op de muziekindustrie? Of misschien nog wel meer specifiek op de dansindustrie. Ja. Waarom doen jullie dat? Nou ja, we zijn dus vanaf dit jaar partner van het Amsterdam Dance Event en een duidelijk tech-partner van het Amsterdam Dance Event. Technologie is natuurlijk sowieso wel een hele belangrijke factor binnen de elektronische muziek. Zo niet de belangrijkste factor binnen elektronische muziek. Dus de relatie tussen tech en ADE was altijd al aanwezig. En dit jaar hadden we een hele mooie aanleiding om dat groter neer te zetten. En dan in de vorm van een conferentie in het De La Mar Theater. Dit plan hebben we samen met ADE ontwikkeld. En ook samen met ADE en onder andere ook supporting partner Paradiso Labs hebben we dit verder uitgevoerd. Want de vier thema's heb ik hier voor me staan. Misschien kun jij ons eventjes een klein beetje langs die thema's leiden. Jullie hebben uitgekozen wat belangrijke trends zijn. Ik noem ze eerst allemaal eventjes op. Predictive analysis. Ja. Hoe kun je voorspellen of bijvoorbeeld of iets al dan niet een hit wordt. Ja. Artificial intelligence, wat kun je daarmee? De blockchain natuurlijk en mixed reality, oftewel augmented reality en virtual reality. Ja. In het kort, dat lukt natuurlijk toch nooit, maar laten we gewoon eventjes langs lopen. Ja. Ja, we beginnen even bij die eerste. Ja. Predictive analysis. Wat kan daar nu mee wat tot nu toe, wat tot voor kort niet kon? Nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen, we hebben heel hard en heel lang over na moeten denken welke onderwerpen we gingen kiezen. We hadden een hele grote waslijst en daar hebben we uiteindelijk deze vier uitgekozen. Predictive analysis is voor ons heel interessant. We zagen een presentatie op Eurosonic Noorderslag van Hitwizard. Dat is een tool inderdaad, wat je al aangaf, die op basis van data kan, of data-analyse kan voorspellen of een muzikale productie wel of niet een hit kan worden. Dat doen ze met een open Spotify API. Dat vond ik toen heel, heel erg interessant en zij zijn daarin een stukje door gaan ontwikkelen. Ik kwam ze ook nog tegen op Southwest. Heb ik een gesprek gevoerd met Art Boer, die de art director is bij Goldmoont Wildebeest en Woendeleven. Ja, bedrijf met een heel ingewikkelde naam. Ja, een heel ingewikkelde naam. Ja, ik weet hem wel. En ja, veel knap. Nou ja, zeker. En het is een mooie partij en het zijn mooie jongens, ze hebben een mooi product ontwikkeld en daaromheen zijn we dat item gaan bouwen. En kwamen we er ook achter dat bijvoorbeeld een Shazam nu bezig is met eenzelfde type tool. Shazam heeft natuurlijk ook ontzettend veel data.
En die zijn nu nog heel erg in ontwikkeling om die tools... Om is Shazam ook van de partij? Ja, Shazam die zit zeker in het panel. Ja. Want bij Shazam vind ik zelf, als je het over waarde van muziek hebt... Dat mensen die hun telefoon tevoorschijn halen omdat ze willen weten wat het liedje is... wat ze in een kroeg of op de radio of waar dan ook horen... Dat is natuurlijk wel een van, denk ik zelf, een van de meest krachtige... Dat zegt natuurlijk veel meer dan een Spotify-play, denk ik. Ja, nou ja, en in zekere zin ja en nee. Spotify is ook een hele belangrijke... Is heel snel heel groot geworden binnen de muziekindustrie. En heel belangrijk. Ik denk ook dat je binnen... bij Spotify heeft bijvoorbeeld het landschap binnen de muziek heel erg veranderd. Je ziet dat hiphop bijvoorbeeld veel groter is geworden. Dankzij ook Spotify. Spotify zat ook in het panel, helaas heeft Austin Kramer af moeten zeggen, vandaag kregen dat te horen. Want we hadden ze graag ook in dit panel gehad, omdat zij ook heel veel over data en muziek kunnen vertellen. Hey, maar waarvoor is het, we gaan ze allemaal verlaten, ja. Even kort doen, maar oké, dat interessant is één ding, maar ja. Het wordt eigenlijk heel saai natuurlijk, als er straks worden er alleen maar dingen uitgebracht waarvan we kunnen voorspellen dat het een hit wordt. Ja. En als er alleen maar platen worden uitgebracht dat die een hit worden, kunnen ze allemaal wel een hit worden. Ja, nou ja, goed. En juist, we hebben dit onderwerp dusdanig ingestoken dat het een beetje een man versus machine discussie gaat worden. We hebben aan de ene kant dus de tool die op basis van data-analyse kan voorspellen of een nummer een hit wordt. Maar aan de andere kant hebben we gekozen voor een panel met A&R-managers, mensen die echt in de muziek zitten. Dus bijvoorbeeld Onno van Kemenade van Armada Music. We hebben Dominique Keegan van Cobalt Music. We hebben Bo Plantinga van Sony Music Entertainment. Dus we hebben echt een groep mensen die veel met de muziek bezig zijn. En juist ook de gevoelskant en de emotiekant daarin gaan belichten. En dit panel, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik heb de discussie wel al opgestart via de telefoon en via de mail. En ik zie wel een aantal punten daaruit komen. Maar ik ben heel benieuwd ook hoe dat wordt ontvangen door het publiek. En de discussie man versus machine is altijd al levend en wordt hierdoor extra gevoed. Hey, kunstmatige intelligentie, waar speelt dat een rol? Artificial intelligence is natuurlijk ook een groot thema. Wij hebben ook hierin, en dat is eigenlijk een soort rode draad, en dat is logisch, Amsterdam Dance Event, hebben we de rode draad ook in de muziek gezocht. Ik kwam in contact met een IBM Watson. Zij hebben van IBM Watson zijn ze door gaan ontwikkelen en hebben ze een IBM Watson Beat ontwikkeld. En IBM Watson Beat kan alleenstaand muziek produceren. Dus dat wil zeggen dat het volledig door een computer wordt geproduceerd. En in de elektronische muziek is sowieso de invloed van computers en techniek heel groot. Dus een heel groot percentage van de productie komt al vanuit computers. Alleen wat gebeurt er op het moment dat de volledige productie door een computer wordt gedaan en dus ook de creatieve invloed vanuit een computer komt? En dan voornamelijk de vraag, wat doet dat met de acceptatie vanuit het publiek? Op het moment dat je het weet, of op het moment dat je het niet weet, maakt dat uit. En dat willen we heel graag demonstreren met dit thema. Wat we live onstage gaan doen is twee muziekproducties naast elkaar leggen. Eentje door IBM Watson Beat en eentje door een artiest vanuit Spinning Records. Die ook met ons meedoen in dit thema. En dan kijken of het publiek kan herkennen welke vanuit een computer komt en welke vanuit de mens komt. Er is, ik kwam deze week, ik ben de naam even kwijt, maar een site, een dienst tegen waar je, die inderdaad helemaal op basis van artificial intelligence, waar je mooie muziekjes van een halve minuut, je geeft dan aan wat je wil, welke mood het moet hebben, welke tempo het moet hebben. Op zich waarschijnlijk, in ieder geval ideaal voor de ondergrondjes van alle video's, waar je toch al meestal het gevoel van hebt dat het ze allemaal dezelfde gebruiken. Maar het spannende wordt natuurlijk, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar dingen gehoord waarvan je denkt van ja, het is, ik zou zeggen, het komt in de buurt van een origineel. Ja. Maar denken wij als mens vaak van ja, maar weet je, dat echte creatieve of die nieuwe stap, die gaan ze niet zetten, die computers. Wat denk jij? Nou ja, ik heb het ook wel eens andersom gehoord, dat ik menselijke producties heb gehoord waarvan ik denk van, oké. Maar goed. Nou, dat hoor ik, dat is natuurlijk, dat is 99%. Er worden voornamelijk slechte muziek door mensen gemaakt. Ja. Dat is absoluut waar. Dus nee. In die zin. Nou ja, goed, en ik moet zeggen, we hebben de samples ook al in ontvangst mogen nemen en die naast elkaar kunnen leggen. En ja, het is heel bijzonder hoe een computer dermate veel emotie, als het ware, in die muziek kan stoppen. Dus ik denk dat je dat uiteindelijk niet heel erg van elkaar kunt onderscheiden. Dus dat de kwaliteit echt wel hoog ligt.
Uiteindelijk zul je in een dergelijk proces van het uitbrengen van de plaat moeten zeker nog heel veel gebeuren, wil je een complete plaat kunnen uitbrengen. En deze computer maakt een sample van 20 seconden. Maar ze zijn al wel heel ver. Maar een belangrijke vraag is inderdaad acceptatie. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het ding. We weten dat een computer beter kan schaken dan een mens inmiddels. Ja. Dus dan hebben we dat gehad. Maar we gaan nog steeds toernooien organiseren waar mensen tegen elkaar opnemen. Wat denk jij, Stekel? Zei jij dat als je iets heel moois hoort waarvan je denkt dat er een mens gemaakt is en je komt erachter dat het een computer was, zou dat afdoen aan de... Nee, het is zo voor mij niet. Ja, als ik iets mooi vind, vind ik iets mooi. Als je het achteraf, zoals je het nu vraagt. Ja. Ik denk als ik het vooraf weet, dat het wel uitmaakt. Ja. Ja. Ik denk uiteindelijk, en daarom denk ik ook dat het nooit, misschien in sommige soorten muziek wel vergelijkbare niveaus kan halen, maar dat geldt ook zeker niet voor alle soorten muziek. Nee, kijk, maar computers, algoritmes leggen over het algemeen toch weinig emotie in dingen. Het is een algoritme. Ja. En heel veel muziek is natuurlijk ook emotie. Maar goed, terwijl ik het zeg, denk ik ook van je weet op een gegeven moment ook zo goed waar mensen op reageren en waar niet. Nou, zeker in de dansmuziek, waar andere dingen heb je nog zoiets van, dat wat jij zegt, de kracht van veel dansmuziek is het repetitieve, het komt al uit computers. Ja. Het is, eigenlijk was het grappige daarvan juist dat het soms de kracht ervan was dat het onmenselijke, zeg maar, van een... Ja, het is grappig dat je dit zegt, omdat een van de eerste artificial intelligence geproduceerde platen was, moet ik het goed zeggen, van Sony CSL. En dat was My Daddy's Car, of Daddy's Car. En dat is een nummer dat geïnspireerd is op de Beatles. Dus wat ze hebben gedaan is de hele Beatles-catalogus in een machine learning programma gezet. En die heeft vervolgens daar een nieuwe plaat uit gegenereerd. Eigenlijk een beetje te vergelijken met de Next Rembrandt. Hè. Daar hebben ze ook dus allemaal data ingevoerd en vervolgens kwam er iets anders uit. Binnen de elektronische muziek zou je eerder zeggen dat het al makkelijker en dat het de eerste stap was. Dus dat het wat toegankelijker is om daar echt een volledig door een computer geproduceerde plaat van te maken. Maar toch is dat dus eerst een soort van Beatles plaat geworden. Maar de vraag is uiteindelijk natuurlijk, want ik geloof heel erg dat computers, als je ze... Dat is het in dit geval natuurlijk gebeurd. Je voedt ze met allerlei liedjes. Ja, dan kunnen ze dan mooi natuurlijk analyseren van wat zijn nou de elementen die overeenkomen, wat zijn de elementen die het speciaal maken. Maar de echte grote stappen in de muziekgeschiedenis zijn natuurlijk eigenlijk gezet door dingen die eigenlijk een breuk waren met wat ervoor was. Ja. Kunnen we ze ook leren om de juiste breuken? We kunnen ze ongetwijfeld leren om om breuken te maken. Maar breuken die ook, want de rock'n'roll was dat. De punk op een bepaalde manier, de house, de hip-hop, dat waren toch eigenlijk allemaal. Ja, daar stip je juist een heel belangrijk punt aan. En dat is ook een belangrijk punt in deze discussie. Hoe wordt dit programma vervolgens in de toekomst gebruikt? En je kunt heel goed voorstellen dat, en dat gebeurt veel in de elektronische muziek, is dat artiesten bijvoorbeeld onderweg samples maken of een soort van inspiratie maken. En dat in digitaliseren op de computer. En dan vervolgens kan het heel, heel lang op de plank liggen. En kun je uit die soort van inspiratie waar je op dat moment in zat, kun je daar uitraken. En op het moment dat je die sample door een artificial intelligence program haalt, dan zal die een aantal uitkomsten daar weer uit produceren, waardoor je wellicht weer een nieuwe inspiratie krijgt om die plaat af te maken. Dus het kan zowel een inspirator zijn als inderdaad een standalone dat ze muziek gaan produceren. En op het moment dat ze standalone muziek gaan produceren, dan wordt weer een hele interessante vraag. Oké, hoe zit het met het intellectueel eigendom? Wie wordt dan eigendom van de plaat? Is dat degene die de software heeft gemaakt? Is dat degene die op de knop drukt? Daarom hebben we ook een jurist erbij zitten, of een advocaat moet ik zeggen. Bjorn Schipper, die daar wat meer over kan vertellen. Om dit item helemaal compleet te maken. Ander thema is blockchain. Blockchain wordt door veel mensen gezien als een middel in ieder geval om een soort enerzijds een eerlijke verdeling, wat veel mensen erin zien. Maar je zou kunnen zeggen, het is ook tegelijkertijd administratieve operatie. Want als je helemaal aan het begin iets erin stopt van wie waar recht op heeft, dan kunnen we in de rest van de keten, als we allemaal die blockchain en al die dingen gaan gebruiken, dat goed doen. Welke kracht zie jij in die blockchain? Waar zie jij hem terugkomen binnenkort?
Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik moet sowieso zeggen dat ik zelf niet heel technisch ben. Dus ik ben vooral degene die het programma samenstelt. Maar om heel diep in te gaan op blockchain is wat moeilijker. Nou, we kennen blockchain natuurlijk allemaal van de Bitcoin. En alle varianten die daar vervolgens uit zijn gekomen. Ik zie het dus zeker slagen binnen de cryptocurrency. En of dat dan een Bitcoin moet zijn, of dat een Ethereum moet zijn, dat kan van alles zijn. Maar welke rol gaat hij in de muziek spelen? In de muziek zal het zeker een rol gaan spelen binnen de smart contract. In mijn visie dan. Wat betekent dat? Een smart contract wil zeggen dat nu wordt een contract heel ouderwets, wordt het getekend op papiertje en wordt dat ingescand, wordt het vervolgens ook per post gestuurd, omdat weer allemaal getekend. En als dat binnen een blockchain wordt gedistribueerd direct, wordt het ook overal geregistreerd en is het heel moeilijk om daarmee te frauderen. Dus vooral het fraudegevoelig en het moeilijke met papier, dat wordt dan vervolgens allemaal gedigitaliseerd en dat wordt dan weer een stukje makkelijker. Nogmaals, mijn kennis rondom blockchain is zeer beperkt, maar dit is in ieder geval één ding wat ik wel daaruit heb kunnen halen. En verder, in de muziek zijn er ook al enkele voorbeelden waarin een nummer in een blockchain is uitgebracht, waardoor de rechten automatisch worden gedistribueerd. Dus op het moment dat er een play wordt gegenereerd, dat dan ook de rechten automatisch worden gedistribueerd naar de partijen. Dus de uitvoerende partij, maar ook degene die de songtekst heeft geschreven of de componerende partij, dat automatisch wordt gedaan. En dat is een beetje de belofte ervan. Hè? Zeg maar, ja. Je zou kunnen zeggen, dit is een deel van de muziekindustrie is nog steeds heel erg ondoorzichtelijk. Ja. Er komt heel veel bij kijken, waardoor artiesten en andere rechthebbenden percentages moeten afdragen waarvan je denkt, nou ja, is dat nou wel nodig? Hè? Dus het is aan de ene kant zou het een soort van automatiseringsslag kunnen zijn. En het is heel moeilijk in de muziekindustrie om te achterhalen van heel veel dingen van, ja, wie gaat daar nou eigenlijk over? Hè? Dus de zorg, dat zeg ik nou even meteen bij. Ik denk als je opnieuw zou beginnen, dan is dit een heel waardevol ding. Maar voordat je volgens mij alle bestaande muziek in een nieuw systeem opgeslagen krijgt, dat lijkt me nog een uitdaging. Ja, zeker. Maar goed, je moet ergens beginnen. En ik denk, we gaan ook een hele mooie demo doen rondom het blockchain item. Waarbij we een nummer daadwerkelijk ook in de supply chain gaan gooien van de muziek. Dus we gooien, ik weet dus nogmaals niet helemaal precies hoe het werkt. Maar door blockchain music, Benji Rogers, die gaat aan het begin van het panel een muziekbestandje met een blockchain tag online gooien. En vervolgens aan het eind van het panel kunnen we dat nummer ook afspelen op onder andere bijvoorbeeld Spotify. En daar zit dan een blockchain tag aan. Dus dat is wel weer heel interessant. Steken, we hebben al best veel aan de blockchain gedaan, hè? Denk je dat? Ja, nee, wij zijn zelf klaar de cynici van de toepassing, omdat wij eigenlijk alleen maar mensen aan tafel hebben zoals jij. Ja. Die dan heel eerlijk op een gegeven moment ook zeggen van ja, om nou heel concreet precies te benoemen wat het ons gaat brengen, ja, dat vind ik lastig. Eigenlijk horen we dat heel vaak. Ja. Welke sector het dan ook is, weet je, dan, we hebben het gehad over de notarissen en over de banken en het komt er altijd dan uiteindelijk neer op van ja, de contracten worden transparant. Ja. Dat snap ik, maar als dat dan het enige is. Nou, ik denk dat sowieso wel een hele mooie stap is. En ik denk dat er zeker veel meer toepassingen zijn en de moderator van het item, Christen Koeleman, die is de founder van Blockchain Experience Lab van PricewaterhouseCoopers. Zij zijn heel erg aan het experimenteren van wat kan er allemaal met blockchain. En dat dan in verschillende branches en industrieën kijken en daar ook echt daadwerkelijk mee experimenteren. We hebben het nu heel erg over de muziek, maar je moet het natuurlijk veel, veel breder zien. En in de muziek, dat was de vraag, de concrete maar toepassing van de muziek. Maar het thema is natuurlijk wel de muziek een beetje, toch? Ja, nee, zeker. Maar om dat je aangeeft. Ja, maar jouw dag gaat over muziek en technologie. Ja, zeker, absoluut, absoluut. Maar omdat je aangeeft dat je niet verwacht dat blockchain een hele brede toepassing heeft. We hebben het nu alleen over de muziek, maar ik denk daarnaast dat er nog heel veel mogelijkheden zijn. En voornamelijk voor de fintech is dit wel een hele mooie oplossing. Nou, maar ik ben sowieso heel benieuwd naar die Benji Rogers. Dat is een man die ik hoog heb staan. Dus hij gaat ons ongetwijfeld uitleggen. En wanneer is die dag eigenlijk?
Donderdag 19 oktober. Iedereen kan erheen? Even reserveren van tevoren? In principe kan iedereen erheen, ja. Even een kaartje kopen via de Amsterdam Dance Event website. Paylogic. Ja, via Paylogic. Ja, ja, nou ja, ja zeker. via het platform van Amsterdam Dance Event, ja. Dat zijn jullie. Ja. Nou ja, toevallig nee, is dit een onderdeel wat niet via Paylogic wordt verkocht. Meen je niet! Ja. Hey, ik zit altijd, zoals altijd tijdens de uitzending, ook nog weer een beetje te zoeken en te googlen. Ik moet wel één ding zeggen, want wij begonnen het gesprek net, want jij werkt bij Paylogic, voor wie later is ingevallen. En vandaar dat je zoveel ervan weet en dit soort leuke bijeenkomsten organiseert tijdens het Amsterdam Dance Event. Maar ik zei helemaal aan het begin, ja, ticketing, ja, dat kennen we van Ticketswap. Maar ik was eigenlijk verbaasd te lezen dat jullie meer volume doen bij Paylogic dan Ticketswap, Ticketmaster. Want daar vergeleken jullie even mee, want dat kennen volgens mij meer mensen. Maar dat... Althans, vanuit de popmuziek, dan iedereen, jullie iedereen doen... die een kaartje bij Paradiso koopt kent, bijvoorbeeld. Ja. Dus in de zalen is het een bekende partij. Maar jullie doen, meer volume. In Nederland of in de wereld? Ticketmaster en Paylogic, het is moeilijk om die in zekere zin met elkaar te vergelijken. Sowieso omdat wij nu een heel, nou, niet een heel ander product, maar wel een ander type product neerzetten. Plus zij focussen zich inderdaad veel meer op concerten. En qua volume, ik weet de exacte cijfers van Ticketmaster heel eerlijk gezegd niet. Ik weet alleen dat we binnen de festivalindustrie in Nederland wel een stuk groter zijn. Ja. Ja. En nog één vraag, omdat ik dat gewoon uit interesse, dat hele drama rond SFX, die hebben natuurlijk jullie overgenomen en ID&T en toen gingen ze failliet. En, nee, je had haal ik dingen om elkaar? Ja. Dan ligt dat aan mij. Ja. Nou goed, dit was sowieso, SFX dat was voor mijn tijd en daar weet ik te weinig van om echt dieper op in te gaan. Ik mis nog wel één onderwerp, dat is de mixed reality binnen, en die vind ik juist heel erg interessant binnen ons programma. Is dat op jouw lijst? Zeker, die moet nog komen. Ja. Omdat het de laatste vraag was, dacht ik... Soms hebben we een lijstje en dan maken we er maar één punt vanaf. Dat kan ook allemaal gebeuren. Maar inderdaad, mixed reality, virtual reality, augmented reality. Ja, nou, en juist daar hebben we een hele mooie partij voor naar Nederland gehaald. Coachella Festival. Wat wereldwijd wel ongeveer wordt gezien als de heilige graal van de festivals. De digital director van Golden Voice komt naar Nederland. Samen met Camera IQ en ze zijn nu bezig met een speciale beleving, augmented reality beleving, te programmeren. En die gaan we lanceren tijdens het Amsterdam Dance Event. Dus ook daar weer een kleine primeur. Ja. Hey, maar we komen toch even terug bij jou, hè? Want je hebt toch gelijk, geloof ik, hè? Of niet? Nou ja, ik zit het gelijk even op te zoeken. Maar nee, goed, je zei SFX was voor mijn tijd, maar die hebben... Ik wilde gaan zeggen dat die jullie destijds hebben overgenomen, net als ID&T en toen kwam het hele verhaal van het faillissement en de doorstart. En toen ik me een beetje dit gesprek een beetje zat te researchen, heb ik eigenlijk het laatste half jaar helemaal geen enkel nieuws meer over ze gevonden. Over SFX? Ja. Nou ja, sowieso wellicht komt dat omdat de naam is veranderd naar Lifestyle. Ja. Maar nogmaals, over structuren van eigendom, et cetera, daar weet ik te weinig van. Het is echt voor mijn tijd geweest en wij focussen ons nu op Paylogic. Ja. En wat er in het verleden is gebeurd, dat is in het verleden gebeurd. En de stappen die wij nu zetten zijn heel belangrijk voor ons en ook de toekomstvisie. Dus daar kijken we liever naar. Ja, maar jullie zijn nog steeds gewoon solid in Amerikaanse handen. Want we willen altijd wel graag weten wie de eigenaren zijn. Wie de eigenaar van Paylogic zijn. Ja. Nou, nogmaals, ik weet te weinig van aandelenstructuren, dus dat kan ik je niet vertellen. Oké, interessant. Ja. Ja, dat gaan we later nog eventjes op door. Hey, nou goed, die vier thema's die komen volgende week uitgebreid aan bod. Ja. Mensen kunnen naar de site van het Amsterdam Dance Event toe gaan en kunnen daar een kaartje kopen. Ja. Dus ik denk dat er ontzettende interessante gasten zijn, goede thema's. En, zie je daar. Zeker een aanrader. Ja. Gezellig. Ja. Oké. Goed, jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de websites. Jetstream, ik moet steeds een beetje wennen hoor. Ik zei vroeger altijd Streamzilla, maar de naamverandering gehad. Jetstream voor de livestream. Bier & Co. voor de biertjes. En Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. En we zijn er volgende week weer. Dag.
vooral ook nog even, is het grappig hoe zoiets weer van je radar verdwijnt. Ja, dat willen we eigenlijk ook zo houden. Ja, dat snap ik.